Hallo, hallo! Hoi, happy Halloween! Dat is al even geleden in de tussentijd, hè? Ja, voor de kijkers dan maar voor ons ziet, want voor ons is het vandaag Halloween en we gaan ook iets heel erg leuks doen. Wij gaan vandaag een Halloween diner doen in het Hortacafé. Oh, ik was al vergeten. Echt waar, ik was dat echt al vergeten. Echt waar. Maar ja, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het kijken voor nu de tafel zo'n keer klaar zetten naar morgen. Ah ja, oké. Okay. Komen er zoveel mensen? Ja, ik ben aan het volzet. Happy Halloween! Hoe kon ik dat nu vergeten? Echt waar. Maar het gaat tof worden, ik weet het zeker. Het is in Antwerpen te doen vandaag. Het is juist... Allee, omdat ik dat vergeten was. Stoem. Hier staan nog wat lege glazen van deze dag. Het was best wel een drukke dag bij GOT vandaag. En het is nog niet helemaal afgelopen, want we moeten even spieken. Je ziet het is 4:30 geworden. Ik heb net gehoord dat er nog klanten zijn binnengekomen. Dus we gaan nog een beetje door moeten werken. Maar om 6:00 draaien we de deur op slot en zijn we weg. Want dan worden we natuurlijk verwacht in het restaurant. Dus nog heel eventjes werken en dan clear. En nu is GOT echt gesloten. Het is ook pikken donker geworden buiten. We hebben nog een paar vragen binnengekregen. Vraag 1. Hoe staat het nu met de baan? Wel, de baan is klaar. Er liggen fietssuggestiestroken. Die zijn vandaag geschilderd. Ik kan het nu niet meer laten zien, want het is te donker. De baan is klaar. Alleen die verf voor die suggestiestroken, die is nu nog aan het drogen. Dus je mag er nog niet overwandelen, want ik heb gelezen dat blijft kleven aan je voeten en zo. Dus niet overwandelen, laten drogen, ook niet overrijden dus. Dus morgen blijft de baan nog de hele dag niet toegankelijk. Onverwachts, maar ze hebben dat nu net besloten. Wist jij dat eigenlijk al? Wat? Ja, ze hebben besloten dat morgen ook de baan ontoegankelijk is. Echt? Ja. Stel op Facebook, op de van de gemeente. Ja, dat is wel heel vervelend dat we morgen iemand dan een keer met een rolstoel kan zeggen dat die wel kon. Ze hebben nu net besloten dat het ontoegankelijk blijft, omdat die verf nog moet drogen. Ja. En je mag er ook niet overlopen, want het blijft plakken aan de voeten en zo die dingen. Ja. Een andere vraag dat we binnenkregen, hoe is het nu met dat kipje dat kaal is? Gelukkig gaat er nu beter mee. Ook nu kunnen we het niet meer laten zien, want het is alweer pikken donker. Maar de kip die heeft nieuwe veertjes gekregen. Dus van die hele kleine nieuwe veertjes. En we vermoeden dat het gewoon de periode was van nieuwe veren. De rui heet dat bij kippen. En die kip had dat nu. Dus dat had heel veel veren verloren. Was heel erg kaal. Maar die heeft dus nu alweer nieuwe pluimen gekregen. Dus het is gezond. Het is kiplekker. En ze doen het nog alle drie goed. Dus we hebben er geen vier meer. Hè? Eentje daarvan is helaas overleden. We hebben nog drie. Maar dat is nog altijd meer dan de mama van Julien, want die heeft al haar beestjes kwijtgespeeld op één nacht. Behalve één haan, die leeft nog. Maar 10 kippen en 10 konijnen zijn eraan. Ja, daar hebben we ook een video van gemaakt, moet je maar even terugkijken. En nu rijden we naar Antwerpen. Zo, we zijn aangekomen onder de grond in Antwerpen. Ja. Oeh, piepend scharniertje. Ja, we komen van onder de grond naar boven, een beetje Halloween. Ik heb trouwens mijn Happy Halloween t-shirt aan het aankopen geweest in Amerika, in Orlando. Ah, en daarom ben ik daar verrotten dat ik dus ook een t-shirt met echt korte mouwen. Ah ja, tuurlijk. In Amerika is altijd kei warm. Ja. Maar in Florida is het altijd kei warm. Ja. Dus nu loop ik... Heb ik er dan toch nog maar een vestje op aangedaan. Dus ik heb echt een t-shirt welke ik echt maar één dag per jaar zal kunnen dragen. Ja, dat is waar. Ja. Maar aan de andere kant, ik zou het toch liever in Orlando gevierd hebben hoor. Dat is ook waar. Ik zou eigenlijk alles liever in Orlando vieren. Ja. Zelfs kerstmis is daar zo gezellig, zo leuk. De lampjes staan hier al klaar, ze. Leuk hè? Leuk. We zijn geplaatst aan een gezellig tafeltje hier aan het raam. We hebben zicht op de Groenplaats in Antwerpen. De muziek staat weer keihard. Dat mag hier, want we zitten in de Hard Rock Café natuurlijk. En daar mag de muziek al een tikkeltje luider staan dan ergens anders. We hebben niet naar wat drinken dat we gaan krijgen. Ja. We hebben, jij hebt een alcoholvrij cocktail en ik heb ook eentje. Twee ik heb even kijken wat ik noemde. Ik heb de strawberry basil lemonade. De Jero die heeft de mango tango. Ja, ga kijken en proeven hoe die doet. Ik ben heel benieuwd hoe die proeft. Het personeel is ook gekleed in Halloween outfits.
zie daar trouwens een unicorn in de achtergrond. Heel leuk. Het ziet er goed uit. Ja. Ga je eens proeven? Ja. Hoe smaakt die? Heel lekkere combinatie van aardbei en basilicum. Ik ben ook bij eens benieuwd naar die van mij. Je proeft heel hard de mango. Ook nog een limonade aan toegevoegd. Heel lekker. Ja, mij ook. En wat staat er op de menu? Ik heb een vegetarische fajita. Hier is zo van die pannenkoekjes. Hier heb ik zo van alle koekjes om daarbij te doen. Nee, leuk zeg. En ik heb een burger met goud. Ja. Hey, bijzonder hè? Ja. We hebben net een foto gemaakt met die mevrouw daar. Ziet er lief uit, maar als je dichterbij gaat kijken, dan zie je bloed. She's evil. Een evil bunny. Killer bunny. Leuk hè? Smakelijk hè? Smakelijk. Het was lekker eten hè? Het was kei lekker en nu hebben we ook nog een mega lekker dessertje. Het ziet er toch kei lekker uit gewoon. Ik ben eigenlijk heel benieuwd. Dit is een Halloween dessertje. Allee vooruit. Het is een milkshake. Lekker? Kan je het ook eens een keertje omschrijven? Hoe proeft het? Van melk, heel zoet. Melk en chocolade. Ja? Heel lekker. Ja, ik ook. Mega lekker. Maar ik wat meer proeven naar vanille, melk, chocolade en... Ik weet niet, het is ook heel lekker. Echt aanraden. Het was gezellig deze avond, echt waar. Het was lekker eten, het was een lekker dessertje ook nog eens. Lekkere milkshake die we erbij kregen. Het was heel fijn hier in de Hard Rock Café in Antwerpen. En je hebt er ook, ja, zeker wel. En je hebt er ook nog eentje in Brussel trouwens. Dus Hard Rock Café is zeker hier wel vertegenwoordigd hier in België. Dat is wel fijn natuurlijk. Hè. Nu terug naar onze auto. We kruipen terug onder de grond om dan weer heel snel boven de grond te rijden. Het was een hele fijne avond en nu is Halloween echt gedaan. Jepa. Ja, voor jullie natuurlijk al heel erg lang. Nu is het echt wel uitkijken naar het eerste feest. Ah, laat ons eerst nog Sinterklaas doen en daarna Kerstmis. Tot morgen. Ciao. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.